Deelnemers, start vrij. Voor de Ruslandprijs, de paarden gaan verzamelen. Paarden komen in. Standby. Start gevallen. Paarden zijn gestart voor de Monte-koers. En het is na de start Secret Honey die de leiding heeft genomen. Secret Honey, Cybermatch op de tweede plaats. En in derde positie René M. Nieuwpoort. Zo gaan de paarden dan af op de eerste bocht. Aan de binnenkant ligt dan Eristof Blue op een gedeelde derde à vierde plaats. Daarachter dan Busy Zilt en achter Busy Zilt Varen Devant. Verder weg in het veld volgt dan Viking Zeer. En daarachter is het dan nog Volcan d'Espoir. Paarden komen op weg naar de rechte lijn voor de tribune. En Cybermatch uitgeschakeld paard nummer 2, 2 galop. En wordt daardoor uitgeschakeld. Als ze de rechte lijn voor de tribune inkomen, is de leiding nu in handen van Hanna Huygens met Busy Zilt. Busy Zilt heeft een lengtevoorsprong genomen. Op de tweede plaats volgt Eristof Blue en in derde positie is het daarachter dan op dit ogenblik. Dat is Busy Zilt. Aan die kop gaat nogal gaat Secret Honey ook in het groen. Het is allemaal even wennen met die groene buizen uit het buitenland. Busy Zilt die ligt dus op de derde plaats. De vierde plaats is voor René M. Nieuwpoort. De vijfde plaats is voor Varen Devant. De zesde plaats voor Viking Zeer. En in zevende stelling ligt dan Volcan d'Espoir. Paarden gaan de bocht door op weg naar de overzijde van de baan. Hebben dadelijk nog 1000 meter af te leggen. En Secret Honey, 2,5 lengte voorsprong. Op de tweede plaats aan de buitenkant is het dan Busy Zilt. Aan de binnenzijde daarvan volgt Eristof Blue. Dat zijn de best geplaatste paarden. Ze komen dichter tot elkaar. En slaan een gat tot het vierde paard René M. Nieuwpoort. Die dan wordt gevolgd door Varen Devant. En dan een groot gapend gat naar Viking CR en Volcan d'Espoir. Langs het laantje van Jochems richting laatste bocht. Met nog altijd Secret Honey. Secret Honey, 2 lengte voorsprong. Eristof Blue op de tweede plaats en in derde positie Busy Zilt. De vierde plaats is dan voor Varen Devant, die overneemt van René M. Nieuwpoort, die daarmee naar de vijfde plaats is verwezen. Een grote achterstand is er voor Viking CR met Volcan d'Espoir. En de leider is in het hart van de laatste bocht en neemt nu afstand. Secret Honey heeft nu 3-4 lengte voorsprong genomen. Als we richting de laatste rechte lijn komen, op de tweede plaats is het dan Busy Zilt. Daarachter nu in derde stelling Eristof Blue, die aangepakt wordt door Varen Devant. En zo zijn de deelnemers dan in de finale fase met onveranderd Secret Honey aan de leiding. Secret Honey. Op de tweede plaats is het dan aan de buitenkant Varen Devant. Aan de binnenzijde ligt Busy Zilt. 3 jockeys uit het buitenland gaan hier de plaatsen verdelen. Het is op weg naar de lijn van start tot finish. Victoria Pites met Secret Honey. Op de tweede plaats dan Busy Zilt. En Varen Devant completeert het trio.